groene helm zelfs, groen... Oh nee, wacht even, dat is wat ik... Hè? We doen een soort van, wie heeft de grootste op dit moment? Kijk, we zitten even Destiny, onze kerk dus... Ik ben level 24. Beetje te vergelijken. Skate is kapot. Jij bent 24 ook echt? Ik ben 24. Jezus. Maar dat gebeurde dus gisteren, hè? Want ik was met Boris en Skate gisteren aan het spelen. Toen kreeg ik in één keer Legendary Drops. Ja. En toen had ik die helm. Iedereen krijgt Legendary Drops, ja, behalve ik. Ik ook niet. Kut auto rifle. Ja, die heb ik gelukkig wel gekregen. Maar dat duurde me ook een tering lang. Gewoon echt gewoon... Levels na levels, geen auto rifle. En eindelijk, ik heb nu ook gewoon een goeie. Maar Legendary, ik krijg geen Legendary stuff. Ik ben gisteren een hele dag bezig geweest om één lightpunt te halen, zodat ik van 21 naar 22 ga. En het is gewoon niet gelukt. Ik krijg gewoon echt, die loot niet. Ik ben echt 3 levels omhoog gegaan met mijn helm alleen al. Ik ging echt van 21 naar bijna 24. Dat is niet normaal. Je moet gewoon straks, als je thuis bent en je Xbox of je PlayStation aanzet, gewoon naar de Treasure Cave. Treasure Cave, ja precies. Treasure Cave, ik heb hem ook net gezien. Ja, ik ga daar naartoe de hele avond en ik ga farmen als een malle voordat ik naar Orlando ga. Ik ga naar Orlando, maar dat is weer een ander verhaal. En dan kan, maar er zijn wel dagen die ik niet kan farmen. Dat is dan een beetje kut. Precies. Maar jij bent net terug van vakantie. Ik ben net terug. Heb je nog iets anders gedaan dan flink veel Destiny gespeeld? Zal ik gaan staan voor de grap? Ik zit als enige, dat is ongemakkelijk, hè? Ja, maar je bent gehandicapt. Oh. Dat is ook zo, ik heb geen benen, dat is ook zo. Nu is het nog ongemakkelijker, nu is mijn stoel. Ja, precies. Dit is een goede extra. Kijk, nu is het, nu staan we achter een bureau. Ja. Dominique's vakantie. Ja, Diablo 3 hebben we nog gespeeld. Ook nog. Dat is een beetje hetzelfde ook natuurlijk. Grinden alleen lekker maar. Grinden, farmen. Ja. Precies, dat was een goede voorbereiding. En even kijken, ik heb veel op de iPad gespeeld. Ik had jouw top 5 van de iPad, die heb ik ter harte genomen. Ja, Year Walk heb ik gedaan. Hoe vond je die? Die vond ik vet. Tof, hè? Ik vond hem wel iets te kort. Ik vind het sfeertje was heel vet. Sfeer was tof, En ik heb Swords and Sorcery. Uitgespeeld. Ja, whatever. We kunnen even verder lullen over Destiny, want anders ga ik weg. Hoor. Als je over de iPad blijft lullen, dan ga ik move op. Maar Destiny heeft er ook een companion app op de iPad. Ja, dus we waren net aan het vergelijken. Zitten jullie trouwens al in de factie? Ik wel. Ja, Dead Orbit. Ik ook in Dead Orbit. Ja, ik zit bij de New Monarchy, maar achteraf heb ik daar een beetje spijt van. Jongen. Ja, nee, want ik wil intellect en strength. Nee, maar ik moet eigenlijk voor intellect en discipline gaan. Ja. Ik zit volgens mij discipline en strength is Dead Orbit. Ja. Is dat het beste voor een warlock? Nee, het beste is die Steven heeft. Die heeft de Future War Cult. Ah ja. Dat is intellect en discipline. Kan ik nog switchen? Ja, je kan gewoon een andere dinges kopen. En kost je wel weer geld. Verloren tijd en energie weer allemaal. Ja. Ja, precies. Ik ga naar huis jongens, ik ga Destiny spelen. Vet. Ik wil het ook wel eigenlijk. Maar vanavond is er nog iets. Vanavond is er nog iets? Ja. Oh ja. Het is fucking maandag. Ja, ik moet helemaal inkomen weer. Hè. Oh jezus. Waar ben ik? Alles nieuw. Wat doen we hier ook alweer? Oh, holy shit. Ja, ik zit ook pas 8 uur. Ja. Vanavond is het natuurlijk om 10:55. Gamekings op MTV. Precies, en de indie aflevering. Nou, het is wel de indie Nederlandse aflevering. Indie. Nederlandse indie. Toekomst van de Nederlandse game industrie. Aflevering naar mijn hart. Ja, ik zag heel veel jongens die... Dit is Jelle. Jelle zegt ook wat. Ja, het zijn niet indie... hoi! Het zijn de indie studenten, het zijn nog geen volledige studia's. Nee, precies. Daar wil je naartoe werken. En dan laat ik dat er even tussendoor. Het zijn studenten. Dus, ja. Maar toch wel een beetje hoor, want het zijn wel al ontwikkelaars die al wat gemaakt hebben, die ook echt wel echt goed op weg zijn. Zoals die jongens speelbaar is volgens mij, zag ik erbij komen. Hoe heette die andere keer van de vlog? Lionhead zit erin. Oh ja, Lionhead. Ja. De vlog, hoe heet ze ook weer? De vlog van de vlog, de game de vlog. De guys van de vlog. Vogelsap. Tuurlijk, vogelsap. Dat is grappig, ze hebben altijd iets van een dier en een random woord. Ja. En dat doen ze bij elkaar. Ja. Het was ook een spur of the moment toen hoe ze op die naam waren gekomen. Ja? Ja, ze waren gewoon een beetje aan het brainstormen. Maar hetzelfde is natuurlijk als Rami van Vlambeer. Ja, nee, maar is ook een dier en een... Nee, maar dit was iets... ze waren aan het brainstormen aan tafel. En iemand hadden een vogel. Ze hadden een soort van papegaai, papiet, weet ik veel wat. Ja. En die ging zitten op een pakje juice of op een glas met juice. Hebben ze, en toen zei hij ineens school? Vogelsap. En toen ze blijven hangen. Hebben ze die vogels thuis? School? Dus, zo is vogelsap ontstaan. Wauw, dat is vet. Kun je ook nog zien op Games.tv trouwens. Heel leuk interview. Daar ben jij geweest. Ik heb toen met ze gesproken. Ja. Ik ken die gasten. Ja. Jezus. Ik vind het, dus ik ben heel benieuwd vanavond. Ik vind het leuk. Ik moet tune in. Gezichten voor mij. 10:55. Ja. MTV. Slang.